De weg naar het wereldkampioenschap in 2020 in de zaal begint voor Oranje in het Bulgaarse Varna. In de zogenaamde voorronde voorafgaand aan het WK-kwalificatietoernooi. Estland is de tegenstander. In 2008 speelde Nederland 1 keer eerder tegen Estland. Toen werd het een grote overwinning. Nu gaat het mis in de openingsfase van het duel. De goal van Erwin Stoef brengt Estland op een 1-0 voorsprong. Maar Oranje stelt snel orde op zaken. De vrije trap wordt genomen en daar is de treffer van Mats Velzenboer. De speler van Hovo Kubo staat geweldig goed opgesteld voor de goal. Dan is het 1-1. In de tweede helft moet Oranje opnieuw op zoek naar doelpunten, want het veldoverwicht is er zeker. Prima bal aan de rechterkant van het veld bij Bouzambou. En daar is de goal van Zerouali. Bouzambou en Zerouali daarna met de treffer voor Oranje. 2-1 staat het. En dus een goede tweede helft. Dankzij die goal van de speler van FC Eindhoven. Opnieuw valt Oranje aan met Moussaoui. De middenlijn. Opnieuw de bal. Het rondspelen van de bal. Estland is een van de mindere tegenstanders in deze kwalificatiereeks. En daar is de 3-1. Velzenboer met zijn tweede van de avond. Goeie aanval. Morgen wacht Montenegro. De wedstrijd die op donderdag wordt gespeeld. Vervolgens is Bulgarije, het gastland, de laatste tegenstander. Daar is weer Velzenboer. Hij maakt er 3. En dus wint Nederland de openingswedstrijd in deze voorronde WK-kwalificatie. Prima goal. De zoemer klinkt. Oranje wint met 4-1.